En dat betekent dat deze politieke, electorale crisis in Amerika van langlopende en ingrijpende en sterk destabiliserende aard zal zijn. Onvermijdelijk dus ook? In zekere zin onvermijdelijk, ja. Of Trump moet ineens doodgaan, dat zou wel een bijzondere oplossing zijn van de problemen. Het verlos hem, kunt u mij horen? Welkom bij Maarten van Rossum, de podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over Joe Biden. Die zit er bijna een jaar. Hoe heeft hij het gedaan? We maken de balans op in deze aflevering. Ja, Biden moeten we doen. We moeten wel de tijd in de gaten houden, want ik moet straks mijn auto op gaan halen. We zijn nu... Die is uitgedeukt. Oh ja, even kijken. Het is 2:30. Oh, alle tijd van de wereld. Ja, er zat een vreselijke deuk in. Of hebben we het al over de deuk gehad? Ja, maar dat zat niet in de opnames volgens mij. Oh, oké. Ja, ik was tegen een paaltje aangereden. Je keek naar iemand toch? Ja, zeker. Er kwam een vrouw die hier de straat uit fietsen met een kind voorop. Waardoor je sowieso al wat voorzichtiger opereert. En ik stuurde iets te veel naar rechts om haar te vermijden. En reed tegen een paaltje aan. Ja, dat kan gebeuren toch? Het was een verschrikkelijk geluid. Het was net zo als het verkreukelen van het Sinterklaaspapier. Zo'n geluid was het eigenlijk. Ja, ja. En dan zit er ook zo'n geruffelijke deuk in. En dan... Je hebt net de hele pret van je auto, dat je al meteen denkt, ik haal hem in voor een auto zonder deuk. Eigenlijk dat idee. Maar goed, het is nu eindelijk, is het gemaakt. Maar het gek genoeg, het is eigenlijk vrij pijnlijk dat je zo'n deuk in een auto rijdt. Dat vindt iedereen denk ik wel. Iedereen heeft dat wel eens meegemaakt. Aan de andere kant heb je altijd het verhaal. En allerlei mensen zeiden dat ook meteen tegen mij. Oh, in Parijs. Rijden ze gewoon door met zijn deuk. Ik bedoel, rijdt hij nog? Ja, start hij nog? Ja. Precies. Ja. Dus wanneer kan jou schelen dat er een deuk in zit? Bovendien zit hij aan de rechterkant. Jij stapt altijd links in, dus je ziet het toch nooit. Nee. Hè? Kijkt gewoon de andere kant op. Nou ja, het ging me toch aan het hart. Is toch iets wat we hier, dat ik denk dat alle Nederlanders dat, en Duitsers trouwens ook, dat we dat hier erg vinden, als dat hem dan is. Ja, en als je hem dan zo afkomt geven bij zo'n bedrijf, je ziet zo'n enorme hal waar ze niks anders doen dan deuken eruit slaan, dat is toch wel. Ja, je kunt het ook zo zien, die mensen zijn wel veilig kunnen oversteken, die zijn niet geraakt door jou, je had ze ook van de fiets kunnen rennen. Nee, die mevrouw die is door mij niet geraakt, zij fietste onbezorgd door. Ja. Terwijl ik er stond met een enorme deuk in mijn rechterduur. Beter een deuk toch in je auto dan dat je die vrouw van de fiets had. Ja, nee, zonder meer. Het is niet zo dat ik er spijt van had. Het gaat meer om de psychische reactie op de deukvorming. Maar nu is die straks gemaakt en dan vergeet je het ook snel weer. Tot je weer je weet. Want net als je het allemaal hebt laten maken. Ik heb ook een paar kleine puntjes. Ik ben niet zo'n betrouwbaar chauffeur meer. Ik ook laten... Je zult zien dat in no time rij je weer ergens anders tegen een klote paaltje. Ja, met die stad. Ik ben een keer door een vrachtwagen van de Albert Heijn aangereden. Ja, dan is de auto ook helemaal naar de galerie. Was die totaal los of niet? Nee, dat niet. Maar er zat ook zo'n in de achterkant. Zo'n die bedraaide zeg maar te scherp. Dan zat hij tegen die auto aan. Ja, dan ben je ook helemaal ziek. Ja, precies. Maar het geluid was ook verschrikkelijk. Dat kreukelen. Het verkreukelen van het plaatstaal. Dat was een verschrikkelijk lawaai werkelijk. Goed, ik leef met iedereen mee die er een deuk in heeft. Biden. Waar gaan we beginnen? Ja, we gaan beginnen met, het was gisteren natuurlijk 6 januari. Dus allerwegens herdacht de bestorming van het Capitool door een menigte van grotendeels, voor zover dat zichtbaar was, volstrekte halve garen. Ik miste jou trouwens wel in de programma's. Ja, ik moet zeggen, ik was wel uitgenodigd, maar ik had een kleine operatie ondergaan deze week. Okay. En toen dacht ik hou mij rustig. Het is al een wonder dat ik niet waar de enorm inspannende arbeid van deze podcast weet te produceren. Ja, waarschijnlijk moet ik straks gaan liggen met een glas warme melk. Maar goed, dus ik heb gezegd dat ik... Dat is iemand anders. Bovendien zijn er tegenwoordig geloof ik wel 200 Amerikaanse deskundigen. Raymond Mens was er nu. Ah, ook een hele enthousiaste jongen. Ja. Dus daar is niks tegen. Maar goed, dat het herdacht werd, was terecht in mijn idee. Het probleem is eigenlijk voornamelijk dat het gebeurde was treurig. En die politie, dat was totaal niet in orde. Dat was ook wat duidelijk. Ze waren daartoe aangezet door de zittende president. Die zat er nog tot 20 januari. Die had de verkiezingen verloren. En je weet, die beweert dat hij ze niet verloren heeft, maar eigenlijk gewonnen. Waarvoor overigens geen enkel steekhoudend bewijs is. Op zichzelf was die bestorming natuurlijk al een hele vervelende en pijnlijke zaak. Want nou ja, dat in Washington het Capitool wordt bestormd, is zo compleet
krankzinnig. En dat om te vermijden dat de nieuw gekozen president gecertificeerd zal worden. Nou ja, dat is al een ongelofelijke gebeurtenis. Maar daarna heeft zich eigenlijk iets afgespeeld wat veel en veel belangrijker is dan eigenlijk die bestorming. Die bestorming was erg en valt zeer te betreuren. Maar als beide partijen na de bestorming zouden hebben gezegd, ja, dit kan absoluut niet, dit is volkomen onacceptabel, zou er eigenlijk nog niet eens zo heel veel aan de hand zijn geweest. Ja, want overigens worden, ik geloof dat er al 700 mannen, mensen gedagvaard zijn en zo. Het wordt wel aangepakt, dat wel. Want er werden allemaal selfies gemaakt. Nee, daarna iets nog veel rampzaligers gebeurd. En dat is dat een van beide partijen niet heeft willen toegeven wat een dramatische gebeurtenis dit eigenlijk was. En dat is de Republikeinse Partij, die heeft gezegd dat het eigenlijk moet worden gezien als een toeristisch bezoek aan het Capitool. Het wat helemaal niet erg was en ook wel heel begrijpelijk omdat de verkiezingen gestolen zijn en dat Biden eigenlijk president is geworden in strijd met alle regelgeving enzovoort. Dus één van beide partijen heeft in feite zijn goedkeuring gehecht aan deze zonderlinge en gevaarlijke gebeurtenissen. En heeft daar bovendien een reeks van verstrekkende conclusies uitgetrokken. Want in tientallen staten hebben de Republikeinen wetgeving laten aannemen of werken aan wetgeving, waarbij in feite de objectieve controle van verkiezingsuitslagen aangetast kan worden door, laten we zeggen, politiek benoemde figuren. En dat betekent dat de Republikeinse Partij eigenlijk met zoveel woorden zijn vertrouwen in het Amerikaanse electorale systeem en het hele systeem van instituties daaromheen heeft opgezegd. Dat wil zeggen, de Republikeinse Partij heeft zijn vertrouwen in de Amerikaanse democratie opgezegd. Die democratie die werkte sowieso al heel erg slecht, dat moeten we er vooral bij zeggen. We gaan even... Ja, ik dacht, ik doe eventjes een beetje bejaardenhuistemperatuur. Ja, dat begrijp ik. Bejaardenhuistemperatuur. De oversterfte in bejaardenhuizen is geloof ik was niet zo hoog in december, heb ik begrepen. Nu wel weer. Nu weer wel? Oh, nee, sorry. Niet in bejaardenhuizen, maar in Nederland in zijn algemeen. Ja, maar oversterfte in december was er niet, als ik het wel heb, zag ik aan de cijfers. Ja, we gaan door op het thema dat de Republikeinse Partij feitelijk vertrouwen in de Amerikaanse democratie heeft opgezet. Dat is levensgevaarlijk. Ik zal zo uitleggen waarom. Eerst nog even, de Amerikaanse democratie was al een zeer beperkte en bijzonder slecht functionerende democratie. Dat kun je zien aan het feit dat bij verkiezingen in feite het electoraal college een heel belangrijke rol speelt. Neem nu de verkiezingen van 2020. Waarbij Joe Biden, ik geloof 8 miljoen stemmen meer heeft gekregen dan Trump. Maar kijken we naar het electoraal college, dan zien we dat als Trump in 3 staten ongeveer 44.000 stemmen extra zou hebben gekregen, dan zou hij president zijn geworden. Dus dan zou Trump president zijn geworden, ondanks het feit dat zijn tegenstander 8 miljoen stemmen meer had dan hij. En we weten allemaal dat dat in 2016 ook al gebeurd is. En we weten allemaal dat het in het jaar 2000... ook al gebeurd is. Je ziet ook hoe groot het gevaar dan kan zijn als de uitslag van de verkiezingen gepolitiseerd is door de Republikeinen, waar ze dus druk mee bezig zijn. Dan hoef je maar in 3 staten hele kleine electorale verschuivingen tot stand te brengen. Door te zeggen, ja, maar er zijn postale stemmen, die deuren niet. En nou ja, enzovoort, enzovoort. Je kunt allerlei klotesmoesjes verzinnen, niet waar, als je politiek gezellig bezig bent. En dan had in principe Trump kunnen winnen. Projecteer dit nu even naar 2024. Je politiseert dus de uitslag. Het zou best kunnen dat er weer een enorm verschil is tussen de democratische en de republikeinse kandidaat, maar dat het verschil in het electoraal college minimaal is. Dat je misschien maar in 2 of in 3 staten hele kleine verschuivingen tot stand hoeft te brengen om in feite de verliezer tot de winnaar te maken. Wat nogmaals al meerdere malen gebeurd is in de afgelopen jaren. Dat is een hele dramatische situatie, want er moet bijgezet worden, de kans dat de Republikeinen bij presidentsverkiezingen de popular vote winnen, zoals dat heet, is minimaal.
sinds 1988 hebben de Republikeinen maar eenmaal de popular vote gewonnen. En dat was in 2004. Als ik het wel heb, van 2000 hadden ze hem dus niet. In 2008 was Obama, 12 ook Obama. 16 hadden ze ook verloren, maar hadden ze toch gewonnen. Nou, tel uit je winst. Ja, dus die kans is klein. En dan zou het kunnen zijn dat ze dus met dat geknoei in dat electoraal college en die politisering van de uitslagen, dat ze in feite met een fors verlies toch de winnaar zouden hebben. Stel voor, het is Trump. Dan denk ik toch dat de Democraten zullen zeggen, ja, het is mooi geweest met jullie. Dit is nu de zoveelste keer dat dit gebeurt, dat wij de popular vote ruim winnen. En dat jullie in principe gaan strijken met de winst en de man in het Witte Huis krijgen. En daar gaan we iets aan doen. Dit is onacceptabel. Dat zou heel makkelijk kunnen leiden tot massale demonstraties, gewelddadigheden. We hoeven niet per se terug te denken aan een burgeroorlog waarbij het met de machinegeweren gaan ratelen of zo. Dat zie ik dan nog niet eens. Maar dit kan leiden tot een ingrijpende en langdurige destabilisatie van de Amerikaanse politiek, die in feite in allerlei opzichten al gaande is. He, want dit is niks nieuws. Die Republikeinen, dat gekloot is in feite minimaal al in de jaren 90 begonnen. Die hele verschroeide aardepolitiek en zo. Het hele gelul dat de Democraten gevaarlijker zijn dan de Russen en de Chinezen. Nou ja, dit al deze kletspraat. Waarbij nog komt natuurlijk dat een deel van de journalistiek in Amerika, met name Fox, natuurlijk deelt in de leugens en in de verdachtmakingen en in de satanische suggesties. En nu nog even dat het hele systeem natuurlijk al structureel ondemocratisch is. Dat ligt aan dat verrekte electoraal college wat er voortdurend tussen zit. Waardoor het heel makkelijk kan zijn dat de winnaar de verliezer. We hebben dat dus al gezien. Maar kijken we naar de Senaat, dan zien we daar natuurlijk dat die Senaat, elke staat heeft 2 senatoren. Ik heb het vaak al uitgelegd. Californië heeft 37 miljoen inwoners en een economie die groter is dan de Franse, als ik het wel heb, maar heeft 2 senatoren. Wyoming is 4 keer zo groot als Nederland, maar heeft ongeveer evenveel inwoners als groot Utrecht, maar heeft ook 2 senatoren. Het is technisch mogelijk in Amerika dat je met 17% van het electoraat een meerderheid in de Senaat hebt. 17%. Dat betekent dat het urbane, grootstedelijke, moderne Amerika steeds in feite in, laten we zeggen, een structurele verliezerspositie verkeert als we naar de Senaat kijken. Dan denk je natuurlijk, veel mensen denken dat, nou ja, maar we hebben het huis van afgewaardeerd en dat wordt toch zo verdeeld op basis van, laten we zeggen, het aantal inwoners van de staat. Dat is tot op zekere hoogte zo. Toch is het in vrijwel alle jaren, enkele uitzonderingen maar geweest, zo geweest, dat er veel meer mensen democratisch hebben gestemd en dat toch de Republikeinen de meerderheid hebben. Dat komt door gerrymandering. Ze zijn nu ook weer heel lekker bezig geweest met gerrymandering vanwege de volkstelling van 2020. Dus dat gaat ook weer fijn doortellen. Dan hebben we het Hoge Rechtshof. 9 rechters zitten daarin. Daar zitten nu 6 rechters in die, laten we zeggen, conservatief, ultraconservatief van aard zijn. Wiens opvattingen fundamenteel strijdig zijn met de opvattingen van een ruime meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Dus nu hebben we bijna alle belangrijke federale instituties hebben we laten zien, die allemaal fundamenteel, structureel, ondemocratisch functioneren. Plus dus die mogelijkheid, nietwaar, die de Republikeinen nu bezig zijn te creëren, om, laten we zeggen, de hele verkiezingsuitslag te politiseren. Ja, ik denk zelf dat dat heel verstrekkende gevolgen zal hebben. Ik denk dat dat vrijwel onvermijdelijk is dat dat gaat gebeuren. En ik heb al eens eerder gezegd, ook in de wereldpolitiek, want Amerika is natuurlijk toch zo niet het belangrijkste land ter wereld, dan in ieder geval potentieel het belangrijkste land ter wereld, zal dat heel sterk destabiliserende gevolgen hebben. Dat is, kijk, als het Andorra was of desnoods België, dan zeg je nog, nou ja, het zijn eigenaardige luien, maar goed, we hebben er verder weinig last van. Het probleem is dat het in Amerika helemaal niet zo is.
Het probleem is dat Amerika in allerlei opzichten natuurlijk verantwoordelijk is voor een deel van de wereldorde, maar die verantwoordelijkheid helemaal niet van plan is, als althans de Republikeinen of Trump aan de macht komen, om die verantwoordelijkheid ook hoog te houden. Dus voor ons is het ook van enorm belang dat we nu echt besluiten dat we het zonder Amerikanen moeten doen. Mm-hmm. Ook Europa moet weten wat Europa te doen staat in de Oekraïne, zonder dat Biden zich daarover uitspreekt. Ja, dus dat is een stukje buitenlandse politiek. De democraten die hebben er belang bij om het kiesstelsel aan te passen, maar daar zullen de republikeinen nooit in meegaan. Dus nee. Hoe los je dat op? Niet. Dat is het. Okay, maar dan... Want al deze zaken, dus natuurlijk de structuur van de Senaat, de manier waarop het huis in elkaar zit, het Hoge Rechtshof en het Electoraal College, dat ligt bijna allemaal constitutioneel vast. Ja. Dat is vrijwel niet te veranderen. En dat betekent dat deze politieke, electorale crisis in Amerika van langlopende en ingrijpende en sterk destabiliserende aard zal zijn. Onvermijdelijk dus ook? In zekere zin onvermijdelijk, ja. Of Trump moet ineens doodgaan, dat zou wel een bijzondere oplossing zijn van het probleem. Misschien breng je mensen wel ideeën. Omdat Trump natuurlijk, kijk, Trump is geen traditionele politicus. Trump is een sekteleider. Zo moet je er denken, dat is denk ik de beste manier om het... Zoals de Ku Klux Klan dat ook is. Ja, dat was ook een soort van sekte. En natuurlijk ook de sekte die door Trump wordt geleid, dat is het blanke deel van de bevolking. En met name het blanke deel van de bevolking wat het gevoel heeft dat ze de boot gemist hebben. Die ze overigens ook in allerlei opzichten daadwerkelijk gemist hebben. Kijk, want deze zaken worden ook deels gestuurd doordat structureel in Amerika de inkomensverschillen gigantisch zijn toegenomen. Overigens ook allemaal als gevolg van wetgeving door de Republikeinen, overigens gesteund door de Democraten. Net zo goed is natuurlijk al allerlei wetgevende ellende in Nederland. Het werk was van de VVD, maar gesteund door CDA en PvdA. Dus vrijwel altijd is het zo dat het hele systeem mede schuldig is aan dit soort van structurele wanbeheer. Waar je in Amerika wel van kunt spreken. Dat is natuurlijk al heel lang zo. Amerika is een land met een ongekend talent voor zelfbeschadiging. Je hebt zo'n psychische ziekte van zelfbeschadiging. Mensen die in zichzelf snijden en zo en al hele enge dingetjes doen. Nou, Amerika is daar goed mee. Amerika is eigenlijk in allerlei opzichten een patiënt, voor zover naties een patiënt kunnen zijn. Maar wanneer is dit begonnen? Want de jaren 90 waren toch glorieus voor Amerika, onder Clinton? Ja, toch is het al in de jaren 90, zeker met Newt Gingrich, is dat gedoe al begonnen. Niet waar van dat je, als je over de Democraten, Gingrich was een Republikein, dat als je over de Democraten praat, dat je altijd zegt de communistische Democraten, de Democraten die landverraders zijn. Dus dat je altijd retorisch het ergste van het ergste maakt. Maar uiteindelijk zijn die verschuivingen die uiteindelijk dit resultaat hebben gehad, die hebben te maken met de Civil Rights Movement en met de keuze van de Democratische Partij om die Civil Rights Movement te steunen en met de impliciete suggestie van de Republikeinen dat zij het niet zo heel erg belangrijk vonden om die burgerrechten daadwerkelijk ook te realiseren. Mm-hmm. Waardoor in feite het zuiden van de Verenigde Staten, wat traditioneel segregationistisch democratisch was, is republikeins geworden. En dat heeft ook de hele Republikeinse Partij, die natuurlijk traditioneel zijn zwaartepunt had in het Noordoosten, eigenlijk naar het zuiden getrokken met alle gevolgen van dien. Want het zuiden is natuurlijk het meest achterlijke, derde wereldachtige onderdeel van de Verenigde Staten. Met ook, als je kijkt naar maatschappelijke ziekteverschijnselen, dan scoort het zuiden altijd geweldig. Ik heb het al eens eerder verteld, ik had het niet zelf verzonnen. Maar als je de Confederate States, die van de burgeroorlog, die in de burgeroorlog voor de slavernij waren, met die bekende vlag. Als je die eraf knipt en naar Mexico cadeau doet, dan hou je eigenlijk een vrij normaal West-Europees land over, zou ik maar zeggen. Mm. Dus altijd in het zuiden van landen, daar zitten altijd de gekkies, hè? Ja, dat is wel, vaak is dat, lijkt dat zo, maar niet altijd. Hè? Je hebt ook wel landen waar de gekkies in het noorden zitten. Ik geloof Lapland, hè? Is dat niet een voorbeeld van? Ja, dat is volgens mij niet helemaal bewoond. Ja, die Lappen wonen toch in het noorden van Finland. Hmm.
Ik weet niet, er zijn natuurlijk landen waar het in het noorden zo koud is dat er ook geen gekkies meer wonen. Dat zou kunnen. Ja, die arme ijsberen waar iedereen zich zorgen over maakt. Ijsberen lijken sprekend op grizzlyberen. Ze kunnen zich ook zijn gewoon wit geworden grizzlyberen. Ze kunnen zich ook gezamenlijk voortplanten. Dus genetisch staan ze heel erg dicht bij elkaar. Dus de kans lijkt dat de ijsberen gewoon bruine beren. Ja, ik moet dit niet. Te flauw. Ontwikkelen. Nou ja, misschien, meneer Perenboom, is dit misschien iets voor u? Misschien heeft u een ijsbeerdeskundige in voorraad. Die kan mij dan tot de enkels toe afbranden. Ik begreep dat Perenboom, die zit nu te typen. Dus die zal van zichzelf... Oh, die zit nu al te typen. Ja, okay. Die zit nu al een heel stuk te typen. Dus die komt vanzelf al bij ons terecht. Te typen. Hij maakt wel... Meneer Perenboom, u kunt een energie beter gebruiken. Aan mij valt niks meer op te voeden, kan ik u verzekeren. Ik ben een man van 78. Ik ben blij dat ik nog leef. Hoe is het nou in Amerika met die lezing over het kapitoolbestorming? Er zijn twee lezingen binnen de Amerikaanse samenleving over wat er nou precies gebeurd is. Nou, er is maar één lezing die klopt, namelijk dat het een schandelijke vertoning was. Dat kun je toch wel zeggen, die aangestoken was door de Amerikaanse president. En dat, kijk, godzijdank is Trump een warhoofd, een incompetent warhoofd. Je moet er niet aan denken dat die man echt competent was geweest. En de zaken had zien aankomen en van tevoren al flink goed had georganiseerd. Hoe het dan had kunnen lopen, dat weet ik eigenlijk niet precies. Want ze hadden allerlei geweldige plannen het was duidelijk een soort koepachtige gang van zaken. Het is echt bedacht vooraf. Ja, zeker. En de bedoeling was natuurlijk dat Mike Pence, de vicepresident, dat die dan zou zeggen bij dat certificeringsproces. Ja. Nee, dat doe ik niet. Want en dat deed hij juist niet. Nee, dat deed hij niet, want dat hij zelf ook wel een vermoeden en had. En dat was de druppel voor velen om te bestormen. Ja, aan hang Mike Pence te roepen. Tijdens de bestorming. Maar dat... Nee, die bestorming, dat had denk ik sowieso... Het gekke van de bestorming is dat het kapitool niet behoorlijk bewaakt werd. En dat die politie eigenlijk de verkeerde kant op keek. En nou, in ieder geval veel te laat in de gaten kreeg wat er daadwerkelijk gaande was. Ja, en hoe die menigte eruit zag, dat hebben we, dacht ik, voldoende gezien. Ja, een soort van carnavaleske club inderdaad. Ja, het waren wel een beetje gekkies, toch? Ja, wonder dat er maar 5 doden gevallen zijn, hè? Of 5 of 8. Of ja, zo. Ik geloof 5, dat klopt, ja. Ja, vooral omdat ik vond het wel echte geveltoeristen, hè. Als je ziet hoe ze naar boven klommen. Ik denk ook dat ze wel een glaasje op hadden. Dat was mijn indruk ook. Maar ja, de woede van de menigte was enorm groot. Het had in principe nooit moeten gebeuren. Wat vond je van Biden in de toespraak? Nou ja, die zijn natuurlijk al die dingen die hij moest zeggen. Daar was ik nog niet zo maar wel heel in. Fel op Trump. Nou, dat was een soort beleidswijziging. Omdat hij tot op heden altijd zei, the other guy of the bad guy. Of, nou, hij liet het onbenoemd en noemde zijn naam nooit. En dit was de eerste keer dat hij tegen Donald Trump zelf... In het krijt trad, zal ik maar zeggen. Ja, dat helpt je geen reet. Nogmaals, bij semi-religieuze verschijnselen, dat is het Trumpisme. En make America great again. En de mensen zijn totaal ongevoelig voor rationele argumenten. Het hele idee dat je Trump zijn achterban zou kunnen overtuigen, dat kun je rustig vergeten. Maar hij zei nog toen hij begon, ik wil die verschillen die er zijn, die wil ik proberen te overbruggen. Dat doe je op deze manier. Ja, toch niet? Dat hebben ze natuurlijk. Iedereen heeft dat heeft Obama op zijn manier ook geprobeerd. En voortdurend blijkt dat het volstrekt onmogelijk is om dat te doen. Ja. Net zo goed als je ook dit soort van mensen in Nederland niet kunt overtuigen. Ja. Hey, we hebben het al gehad over over die voorman van de antivax-beweging. Ja, hè? Daar heb je het al over gehad. Ja, er zijn ook mensen die het niet leuk vonden dat we dat lachen brachten. Ik weet niet precies wie dat was, maar ik heb zo'n reactie ergens voorbij zien komen. Oh, misschien ook meneer Perenboom. Nee, dat was niet Perenboom. Oh. Dat was een andere iemand. Die zei van ja, dat is wel serieus nieuws natuurlijk. Ja, dat is heel serieus nieuws. Ja, mag je erom lachen? Nou ja, het spijt me verschrikkelijk, maar natuurlijk een soort van leedvermaak. Dat kan ik nauwelijks in mezelf onderdrukken. Als je een hele beweging hebt geleid, niet waar, tegen het vaccineren voor de COVID. En je gaat vervolgens zelf op de IC dood aan COVID. Ja, dat is pijnlijk, dat is tragisch, maar daar zit ook wel een tragicomisch element in. He, want daar blijkt nogmaals hoe ongelooflijk stom deze opstelling in feite is. Ja, Wierd Duk zei, heeft heel veel betekend voor die beweging en voor die mensen die daarbij betrokken waren. Ja, so what. Ik zou zeggen,
Als die heel veel betekent heeft, is het nog veel erger. Had hij maar niks betekend, zou... He, zoals ik bijvoorbeeld, ja, dat wil meneer Perenboom niet geloven, maar ik heb heel wat verstandige adviezen gegeven, meneer Perenboom. Ik weet niet, bent u ook van de antivaxclub? Dat zou ook nog kunnen. Dat heeft hij nog niet verteld, maar goed, ja. Misschien leren wij hem nog beter kennen in de komende weken. De start van Biden was veelbelovend, hè? Enorm, maar ja, dat is ook de honeymoon en het lift zag er geweldig uit en... Het is eigenlijk verpieterd en verschraald en verrafeld. Maar ook meerderheid in de Huis van Afgevaardigden. Ja, en hij heeft natuurlijk twee hele belangrijke en omvangrijke wetsontwerpen zijn aangenomen. Dat is namelijk een pakket niet waar om de economie te stimuleren na de COVID. Dat is een heel omvangrijk pakket ook. En toen is die infrastructurele wet is er ook doorgekomen. En toen heb je Build Back Better gekregen. Dat is voor een belangrijk gedeelte een sociaal pakket. En ja, dat is afgeschoten door die mensen. Een man die miljonair is geworden door de kolenwinning in zijn staat, West Virginia. Ja, dat was het probleem met de 50-50 in de Senaat. En we moeten er weer bij zeggen, de Democraten hebben ook niet bijgedragen door eindeloos ruzie te maken over of dat Build Back Better nou meer of groter of anders zou moeten om het een beetje acceptabel te maken in de Senaat. Dat was natuurlijk ook geen reclame. En we moeten natuurlijk ook constateren dat Biden niet een, ja, hij is een jaar ouder dan ik en dat kun je vaak zien. Hij is nog niet overleden. Dat is op zich ook goed. Hij is niet overleden. Nee, dat zou een wonder zijn. Dat als die, dan hebben ze zo'n perfecte Biden-robot gebouwd. Niet waar dat het ons niet opgevallen is. Hij is niet overleden. Er waren ook nog mensen die zeiden, nou, dat wacht maar af. Die Harris die neemt het zo meteen over. Want, dat zie ik helemaal niet gebeuren, eerlijk gezegd. Nee? Ja, als hij doodgaat, dan komt Kamala Harris daar. Ja. Daar is de vicepresident, is een functie van niks. Iedereen is ook altijd enorm teleurgesteld in de vicepresident, maar dat zit structureel ingebouwd in het systeem. De vicepresident heeft maar één functie, namelijk wachten tot de chef doodgaat. En dan opvolgen, dat is vrij regelmatig is dat gebeurd. He? Nou, ze kan nu wel kijken hoe ze het misschien in 2024 moet doen. Ja, ik geef haar geen cent van een kans. Neemt ze tegen Trump op? Als Trump in 24, wacht even, het is allemaal nog 2,5 jaar te gaan... We moeten maar even afwachten, hoe is het ook alweer. Een week in de politiek is een eeuwigheid. De corona-aanpak van Biden, dat ging in eerste instantie ook goed. Ze leken aardig op ja, weg. Ja, maar omdat... wordt vaak op statelijk niveau wordt dat tegengewerkt. Het is een federale staat. En ook veel van die statelijke overheden hebben allerlei in te brengen, ook in de gezondheidszorg. En als die dan tegen zijn, ook het... Hoe heet het? De COVID-strijd, om het maar even zo te noemen, die is ook volledig gepolitiseerd geraakt. Dus als je een mondmasker draagt, dan ben je al een landverrader in sommige staten. Denk aan een staat als Texas, waar ze echt knettergek zijn. Als natuurlijk ook dit soort van dingen gepolitiseerd raken, ja, dan ben je natuurlijk, is het schip wel... Dat zit wel in het zand vast. Ja, dat kun je wel zeggen. Er was nog een vraag van een luisteraar die zegt... Ook bij ons is deels ook... dreigt politisering van dingen die verder... Ja, waarvan je zegt... zijn we weer terug bij die meneer Ment van Herstel NL. Dat komt ervan. Als je zulke suffe opvattingen hebt... die zo volledig in strijd zijn... met een objectief vast te stellen realiteit. Ja. Dat er hele vervelende... Denk aan de sterkste man van België, die is er ook aan overleden. Ja. Vooral de sterkste man. Want is Amerika, en dat, we kijken daar toch iedere dag naar. Dat werd ook nog in die uitzending... Ja, daar zouden we ook mee op moeten houden, naar mijn idee. Ja, we hebben het al eens over gehad. Maar is dat nou van invloed? Stel dat daar de pleuris echt uitbreekt. Gaat dat hier dan ook gevolgen hebben? Ja, dat denk ik wel. Omdat het gevolgen zal hebben voor de wereldeconomie. Vergeet niet, Amerika is de belangrijkste economische speler op het wereldtoneel. Wat mensen verder op dit moment ook over China mogen zeggen. De dollar is een reservevaluta. De Amerikanen hebben een enorme greep op het financiële mondiale systeem. Dus destabilisering van de Verenigde Staten zal ook verstrekkende gevolgen hebben. Je zult zien dat dat enorme impact heeft ook op aandelenbeurs en zo, zeker. Wij zullen er ook wel iets van merken. Maar dat is financieel-economisch, als je nou kijkt naar maatschappelijk. Maatschappelijk weet ik niet.
Tenminste, kijk, we hebben een heel ander politiek systeem. Dat is iets minder gevoelig voor dit type van politieke infectie. Maar ook wij hebben te maken met een relatief significante groep van halve garen. Waar zijn we mee begonnen? Een man met een fakkel bij het huis van Kaag. Ja, dat is diep droevig dat zulke dingen gebeuren. Dat is in Nederland, godzijdank, een groep van waar we het vaak over gehad hebben. Ergens tussen de 10 en de 15%. We zitten nu met een vaccinatie, geloof ik, tussen boven de 85. Dus het is kennelijk een procent of 10. Maar we horen daar veel over. En kijk, ook 10% van de bevolking is een kleine 2 miljoen mensen. Dat vergeten we nog wel eens. Mm-hmm. Dat heeft een hele ondermijnende en infectueuze effecten. Mm-hmm. Iemand vroeg zich af van, als jij nou in Amerika een plek moest kiezen waar je zou willen wonen, wat is dan de fijnste plek wat jou betreft? Oh, dat is helemaal geen probleem. Dan ga ik in Seattle wonen. Waarom? Want hetzelfde klimaat als Nederland. En dat is de belangrijkste overweging? Ik had een hele zomer werk gedaan in Madison, Wisconsin. Dat ligt zo'n beetje, een beetje in het midden, hè, zal ik maar even zeggen. In feite een soort van aanloop naar de prairie steeds. Het was er wel zo ongelooflijk klote warm geweest. Heb ik nooit eerder verteld dat ik daar aankwam? Nee. En dat ik moest naar het housing department. Ik moest natuurlijk een kamer hebben daar. Van waar ik zou kunnen wonen voor die 3 of 4 maanden dat ik daar moest werken. En toen zei die mevrouw van het housing department van, u moet wel airco nemen. Ik zei, nee, wij Nederlanders geven niks om airco. Dat is zonde van de energie. Ik hoef geen airco. Nou, zei ze, ik raad u heel sterk aan om een airco te nemen. Maar tenslotte heb ik me over laten halen om zo'n airco, weet je, zo'n ding wat daar in het raam hangt. In Amerika, ontzettend lelijke dingen. En nou, ik had het niet overleefd zonder die airco. Het is wekenlang 37 graden geweest. Ik bedoel, de hok stierf, de varkens stierven in de stallen. Het mais verbrandde op de velden. Het was werkelijk gruwelijk. Gruwelijk. En tenslotte had ik een auto gehuurd. Ik wou nog eens een keer naar de Pacific Coast rijden. En ik kom over die eerste krijg je dan, laten we zeggen, in Washington State. Dan heb je een oostelijk stuk. Dat is allemaal droog en ellendig. En dan komt er een gebergte. Ga je overheen en dan kom je eigenlijk in een gebied waar de Pacific een grote invloed heeft op het klimaat. En ik rij Seattle binnen met mijn Ford Pinto. Wat achteraf een levensgevaarlijke benzinebom bleek te zijn. En het was een grijs en er viel een motregentje. En ik ben uitgestapt en ik ben in die motregen gaan staan. Het was er ook zo'n, zal het geweest zijn, 22 graden of zo. Dus het was plotseling 15, 16 graden minder warm dan in dat afschuwelijke Middenwesten. En toen dacht ik, wat is dit toch zalig. Wat hebben we toch in Nederland een heerlijk klimaat. Ik heb al een half uur in een motregen gestaan in Seattle. En die stad die lag daar zo grijs. Seattle ligt aan een sound, aan een waterrijke stad. Een fantastische stad. Bovendien een schatrijke stad. Prachtig. Ja, je hebt heel veel plekken in Amerika waar het heel goed gaat. Ja, waar het slecht gaat, dat is ook zo gek, dat Amerika eigenlijk gegijzeld wordt door de plekken waar het slecht gaat. Het tragiek is natuurlijk dat de blauwe staten in feite de belasting opbrengen. Voor de rode staten die eigenlijk economisch niet erg goed functioneren. Maar die worden gesubsidieerd door de blauwe staten. Dus de blauwe staten subsidiëren de rode staten door wie ze politiek gegijzeld worden. En ook in die zin zou je... Nou ja, dan zie je ook interessante mogelijkheden dat de blauwe staten zeggen, ja, jullie kunnen ons verder wat. Hè? Dat achterlijke gelul, hè? Dat achterlijke plattelandsgelul moet eens afgelopen zijn. Nou, Texas had toch op lange tijd, deed het toch ook wel goed? Texas doet het economisch hartstikke goed, ja. Zonder meer. Ze zijn de politiek niet goed snik, maar economisch doen ze het hartstikke goed. Ja. Hoe heeft Biden het eigenlijk gedaan economisch gezien? Het gaat toch goed? De Amerikaanse economie die boomt ook. Ja, inflatie is daar een groot probleem. We hebben het net in Nederland gezien. Hetzelfde probleem. Ja. Vet gaat inflatie wordt vooral veroorzaakt door natuurlijk de COVID-effecten van de afgelopen jaren. In de zin dat productieketens verstoord zijn.
grondstofleveranties problematisch. Er een plotselinge vraag is en een relatief beperkt aanbod. Nou ja, allemaal. Dus ja, volgens de economen is de inflatie een tijdelijk verschijnsel, niet waar, om ons aan te passen aan normalisering. Ja, de Fed gaat wel de rente verhogen eerder dan verwacht. Ja, dat zeggen ze ook voortdurend. Vind ik nog eens zien of ze dat gaan doen. Ja, ja, dat is nog, was nog een vraag, hè? Want er zijn mensen die zeggen, ja, Maarten, aan het begin van het nieuwe jaar is misschien een idee om te gaan beleggen. En dan kun je naar Corné van Zijl luisteren en naar Bob Bowman. Ja, ik moet zeggen, wat betreft het beleggen, geef ik u, hoe heet die nou, Perenboom, hoe heet die nou? Meneer Perenboom, Hein Perenboom volgens mij. Ja, ik zou zeggen, voor de beleggers onder u zou ik zeggen, neem contact op met de heer Perenboom, die u ongetwijfeld een deskundige zal noemen. Niets is zo gevaarlijk als beleggingsadviezen. Ik geef ze niet 0,0. En u doet er ook verstandig aan om de autoriteit financiële markten heeft een studie laten verschijnen naar de adviezen van beleggingsdeskundigen. Leest u dat eens. Als u ooit al wil beleggen, nou, ik zou eigenlijk geen adviezen moeten geven, moet u zogenaamde trekkers kopen. Dat we zeggen, dat zijn stukken die afhankelijk zijn van de totale ontwikkeling van de koersen. De ETF's. Maar laat u nooit vertellen van, nou, ik heb een tip. Ik heb aandeeltjes, dat is een zaak. Die gaan gras afsnijden. Dat wordt dan verwerkt tot heerlijke gehaktballen. En dat er is, daar gaan ze miljarden. Geloof dat soort van dingen nooit. Nooit. Ik geef geen beleggingsadviezen. Nou, je hebt wel eens één advies gegeven. Dat is namelijk, je kunt beter een aap kun je vragen dan zo'n financiële. Dat is een beroemd verhaal van die chimpansees met die pijltjes. Ja, dat is. Er is vaak genoeg gezegd over de aandelenmarkten. Het is een random walk en dat is het. Wat, hoe was dat met die chimpansees dan? Nou, ze hadden, ik weet of er één was of meerdere, dat weet ik nou niet precies, maar ze hadden dus alle aandelen, alle noteringen van in Wall Street, hadden ze op een papier geschreven, dat papier hadden ze omgedraaid en op een muur geplakt en toen lieten ze apen zo van die darts gooien op die omgedraaide papieren. Dus ja, een grotere vorm van willekeur kun je eigenlijk niet verzinnen. En daar waar die darts precies een notering hadden getroffen, daar werd flink in belegd. En je begrijpt hoe dit afloopt, dat uiteindelijk deze volkomen willekeurige gang van zaken, die had betere resultaten gehad dan de beleggersadviezen. Er zijn overigens hele komische filmpjes van, hoe heet het die ook alweer, die Stewart, weet je wel, die voor die Noah opereerde in dat programma, hoe heet het ook alweer? Die heeft ooit een komisch filmpje gemaakt over zo'n beleggingsadviseur. Zou zeggen, bekijk dat dus, dan weet u. Ja, er zijn geen verstandigen. Wat u kunt doen is dat zo'n boekje van die Warren Buffett lezen. Dan zult u zien dat echt goed beleggen, dat moet u gewoon helemaal niet doen. Nee. Oké. Althans, een particulier met een klein kapitaal moet niet gaan beleggen. Nee, dus je moet iets anders verzinnen. Allemaal die verhalen die we horen. Dat, ja, of je moet meneer Perenboom bellen, dat zou kunnen. Ja. Perenboom Asset Management. Ja, precies. Ja. De opknapbeurt moet u ook nog even van Biden. Hè? Met de vliegvelden, de wegen, de bruggen. Ja, dat moet nog beginnen. Ik bedoel, dat wetsontwerp is aangenomen. Het gaat om honderden miljarden, duizenden zelfs, dacht ik. Anderhalf, maar in ieder geval een gigantisch bedrag. Maar ja, dat geld moet dat zoiets moet je opstarten. Dat is een enorm complex proces. Dat werkt niet van de ene dag op de andere. Mm-hmm. Ja, dus wat dat voor gevolg, dat zal verstrekkende gevolgen hebben. Ongetwijfeld ook voor tal van lokale gemeenschappen. Maar de positieve effecten van die gevolgen zullen er pas zijn dat Biden of dood is, of al lang weer vertrokken is als president. Ja. Dat zijn natuurlijk lange termijn effecten. Dus electoraal kan hij daar niks mee doen? Ja, New York Times had een heel leuk stukje, dat de lange termijn effecten van die twee wetsontwerpen die wel zijn aangenomen, dat die op den duur heel positief zullen zijn, maar ja, dat ze daar op dit moment niks aan hebben. Nee. De populariteit is ook gedaald, hè, van Biden? Enorm, volledig verrafeld. Even kijken, nog maar 43,4% van de Amerikanen. Ja, dat is niet best. Ja. Maar goed, dit is een probleem wat overal speelt. Er wordt een regering gekozen en dan gaat die regering aan de slag. En de kiezers zijn eigenlijk in het algemeen binnen 3 maanden zeggen de kiezers, dit is ook weer niks. Ja. Dat komt omdat de kiezers gewoon structureel ontevreden zijn. Ja.
Ruim 51% vindt dat hij het slecht doet. En sinds de Tweede Wereldoorlog deed maar één het slechter op het moment, op dit moment in zijn presidentschap. En dat was Donald Trump. Ah, nou ja, dat geeft te denken. Ja. Maar dat heeft meer te maken met de structurele ontevredenheid van het kiezerskorps dan met het specifieke karakter van Joe Biden. Want nogmaals, hij heeft twee hele belangrijke en op lange termijn heel positief werkende wetsontwerpen weten aangenomen te krijgen. Ja, en het hele gedoe in Afghanistan, hoe heeft hem dat nog geraakt? Ja, dat zal ongetwijfeld negatieve invloed hebben gehad. Dat blijft ook vrij stom dat ze dat, ja, maar wat voor reden ook niet aan hebben zien komen of niet duidelijk hadden afgesproken. Ook dat is overigens iets wat door Trump georganiseerd was. En hoezeer het ook prijzenswaardig is dat Trump besloten heeft te vertrekken uit Afghanistan. Misschien had hij dat toch iets beter kunnen regelen in dat akkoord wat hij met de Taliban heeft gesloten. Is het presidentschap van Biden nog te redden? Ik heb geen idee, moet ik je zeggen. Is er een kans dat de Heere Jezus afdaalt naar beneden en dat hij ons komt redden? Ja, zou kunnen. Knevel zou het leuk vinden, dat denk ik wel. Maar ik heb geen flauw idee. Alles kan gebeuren. Er kan zich een ramp voordoen. Daar kan, nogmaals, de presidentsverkiezingen zijn in november 24. Dat is nog 2,5 jaar. Wat zeg het? Meer dan 2,5 jaar. 2 jaar en 11 maanden, als ik goed reken. Dus daar kan heel veel in gebeuren. Ja. Ik wil je wel een paar voorbeelden geven van presidenten die op dit moment van hun ambtstermijn er volledig verloren bij stonden. Ronald Reagan, Harry Truman, kansloos. En verdomd zeg, ze winnen de verkiezingen die ze kansloos zouden gaan verliezen. Dus ja, misschien draait de conjunctuur, doet ze geen speciaals voor. Worden we bezochte marsmannetjes? God, je weet het niet. Ja. En die periode die nu komt, hè, want nu jij zegt al, die Republikeinen die zijn op de achtergrond bezig om hun strategie te bepalen. Hoe gaat dat uitwerken richting die midterms? Dat weet ik niet precies. Ik denk dat bij de midterms de eerste resultaten van gerrymandering al goed te zien zijn. De Senaat is 50-50, dus de kans dat ze daar verliezen, die is ook aanzienlijk. Maar ik begrijp dat de kans dat ze het huis verliezen, waar hun meerderheid ook betrekkelijk klein is, zeg maar rustig klein is, dat die nog veel groter is. Dus de kans dat ze beide verliezen is ook vrij aan, maakt overigens niet zoveel uit als ze één van de twee verliezen, of het huis of de Senaat. Dan staat dat hele politieke systeem, dat staat weer 2 jaar stil. En die democraten, maken die zich eigenlijk ook wel eens schuldig aan die filibuster? Doen die dat ook? Zeker, die hebben zich in het verleden ook vrij omvangrijk. Iedereen heeft zich, voor zover die de mogelijkheden gehad heeft, schuldig gemaakt aan de filibuster, zeker. Ja. Waarom ook de Founding Fathers het zo stom geregeld hebben dat die statelijke parlementen dat kunnen bepalen en dat er niet een federale instantie is die dat objectief vaststelt, dat... Maar ja, dan loop je in Amerika tegen hetzelfde probleem aan, dat heel veel Amerikanen denken dat de Amerikaanse constitutie niet door de Founding Fathers is geschreven, maar door onze lieve Heer. En dat je daar niks aan mag veranderen, dat is een sacrosanct werkstuk. Het is net alsof wij de grondwet van 1813, of wat is het, 1815, alsof we die nog steeds zouden gebruiken. Daar komt het op neer. Ja, vraag van de luisteraar is, waarom lijkt de 15% in Nederland in Amerika wel 50%? Omdat het wel, nou het is niet 50% in Amerika. Maar bijvoorbeeld van de Republikeinen, dat is iets minder dan de helft van het Amerikaanse electoraat. Daarom is het zo knap eigenlijk dat ze met iets minder dan de helft steeds hun positie zo goed benut hebben dat ze toch eigenlijk de meerderheidspartij lijken te zijn. Maar goed, wat was de vraag ook alweer? Nou, dat die 15% die jij altijd noemt hier in Nederland, ja, hè, met die gekkies, dat in Amerika 50% lijkt. Dus dat, niet dat het zo is, maar het lijkt zo. Oh, het lijkt zo. Dat ligt natuurlijk aan het feit dat Amerika een tweepartijensysteem heeft. En van die twee partijen is er één al enige jaren niet goed snik. En dat is de Republikeinse Partij. Dat we zeggen, die is heel goed snik. Die beschermt eigenlijk zijn minderheidspositie die ze hebben weten te gebruiken om in allerlei opzichten een meerderheidspositie op te bouwen. Dat is wat ze doen. En het wordt uiteindelijk is het angst gestuurd. Is het, laten we zeggen, de klassieke blanke meerderheid voelt zich bedreigd
door demografische veranderingen die zich in het land voltrekken. Hmm. Marielle zegt dat ze af en toe berichten hoorde over bepaalde staten, zoals Californië, die met onafhankelijkheid dreigen. Is het reëel, vraagt ze. Nee, dat is niet zo reëel. Dat gebeurt wel meer. Texas heeft dat ook gedaan. En vooral die hele grote staten. Texas natuurlijk en Californië, dat zijn staten die niet waar zo groot zijn als de grote Europese landen. Vaak ook economisch meer gewicht in de schaal leggen dan de Europese landen. Dus het is wel begrijpelijk dat ze daarmee dreigen. Dat heeft te maken met waar we het straks over hadden. Ja, dat het verrekt vervelend is dat die grote staten ook geterroriseerd worden door de politieke macht van die dorpstaten. Wyoming, Nebraska, South Dakota, North Dakota, dit type van staten. Rijden maar eens doorheen voor de aardigheid. Hè? Ja, want ik ben er nooit geweest. Oh, je bent er nooit geweest. Nee. Dan moet je toch een keer gaan. Want dat je valt moet buiten het seizoen, hoor seizoen, en dan dat kost je niks. Je bent voor een paar honderd euro bij in Amerika. Dan huur je een autootje. Geen Ford Pinto dus, dat kan ik je ontraken. Ik weet niet of die nog bestaat overigens. En dan ga je, doe je de deur dicht en dan ga je rijden naar het westen. En het zijn hartstikke goedkope motels, vaak niet al te netjes en zo, ja. Maar wel bekalletjes schelen. En je zult verbaasd zijn, vooral over hoe groot het land eigenlijk is. Ja. En je ziet dan het echte Amerika, hè? Want als je in New York bent, ben je niet in het echte Amerika. Ja, dat is twijfelachtig. New York is net zo echt Amerika als... Ja, maar zegt Manhattan, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk een vrij uitzonderlijk eiland, dat wil ik nog wel toegeven. Maar het hoort net zo goed bij Amerika. Ik heb zelf voor de lol wel eens gezegd, Amsterdam heeft niets met Nederland te maken. Wil je iets leren over Nederland, dan moet je een maand gaan logeren in Apeldoorn. Daar zit wel wat in. Maar nogmaals, New York hoort net zo goed tot Amerika als... die achterlijkheid, die dorpsheid, dat heb je al in Upstate New York. Echt, als je huurt een auto in Manhattan, je rijdt naar het noorden, dan heb je eerst al dat suburbia wat je daarboven hebt hangen. Zou ik maar zeggen, waar de Clintons wonen. En dan op een goed moment, je hebt ook zo'n rare streek in Upstate New York, waar alle namen, dat zijn Nederlandse namen. Dus alles heet Middelburg. Dat je het Middelburg 13 mijl, dat je denkt, want dit is wel heel eigenaardig allemaal. Of Parijs, of nou ja, dat soort idiote namen. Hoe komt dat? Ja, omdat die settlers, die kolonisten, die moesten een naam verzinnen. En die kwamen uit Middelburg, dus wat ze hartstikke makkelijk, dit noemen we ook Middelburg. Upstate New York heeft vaak al een enorm dorpskarakter. Ook omdat het natuurlijk in alle opzichten niet verschrikkelijk goed gaat. Ja. Nou, ik kan me herinneren dat mijn ouders voor de verkiezing van Trump zo'n reis hadden gemaakt. En die kwamen terug en die zeiden, ja, er zijn ook Amerika die schamen zich rot voor die Trump. Ook internationaal gezien, die zeggen, ja, dat is... Joh, mijn nicht die huilde toen ze hoorden dat Trump gekozen was. Ja, die woont in Massachusetts. Ja. Sterker nog, die woont in Boston. Ja. Nou ja, in een voorstad van Boston. Ja, natuurlijk, je begrijpt toch wel. Er hebben veel meer mensen op Joe Biden gestemd dan op Donald Trump. En heel veel van die mensen die vinden Donald Trump verschrikkelijk. Wees blij dat wij niet zo'n achterlijk politiek systeem hebben als de Verenigde Staten. Waardoor je eigenlijk, omdat het uiteindelijk altijd neerkomt uit een keuze uit twee. Ja, dan is het probleem als je een echte halve garen hebt die toch, laten we zeggen, zich charismatisch waar weet te maken als politicus. Niet zozeer inhoudelijk, maar nou ja, omdat hij gevoel heeft voor het soort van wonderlijke emoties waardoor een deel van het electoraat gestuurd wordt. Ja, dan zit je met een ontzaglijk groot probleem. Ja. Maar het beeld wat je schetst is niet heel positief. Het enige positieve is nog als Trump besluit niet mee te doen. Nee, maar mijn beeld van de Verenigde Staten op de middellange termijn is heel zwart. Is heel duister. Ik weet niet precies wat er zal gaan gebeuren natuurlijk, maar veel goed zal het niet zijn. Ook als er een andere kandidaat van de Republikeinen zal zijn. Ja, nou voorlopig ziet het daar niet zo erg naar uit. En dan heb je natuurlijk een goede kans dat het in feite ook een Trumpist is. Dus dat hij dezelfde soort van ideeën zal verkondigen als Trump, weet ik veel, griep krijgt of niet meedoet of dood is. Dat zou kunnen, maar dan nogmaals, het Trumpisme is voorlopig niet verdwenen.
Anne67 Graaf wil nog weten, Amerika grijpt in andere landen. Ze gaan daar weg met de wetenschap dat ze geholpen hebben. Is er altijd een reden geweest om in te grijpen? Omdat ze zelf bedreigd worden bijvoorbeeld, of vinden ze zichzelf beter? Amerikanen vinden zichzelf veel en veel en veel beter dan alle andere landen ter wereld. Als Amerika één groot ernstig psychisch gebrek heeft, dan is het de voortdurende zelffelicitatie. The greatest nation on earth, God's own country, allerlei ongelooflijke kletskoek. Amerika doet het al decennia niet zo best. Bij Amerika moet je wel je altijd realiseren. Ik zei nu iets over Seattle. Seattle is een booming city waar het geweldig goed gaat. Waar min of meer normale mensen wonen die niet op Donald Trump stemmen. Idem dito in Boston. Die plaatsen zijn er in Amerika. Het is een continentale staat. Ik heb al eens eerder gezegd, als je hem op Europa projecteert, dan zit hij van de Oeral tot ik geloof de westkust van Ierland. Dus dat moet je steeds realiseren, dat het regionaal een heel succesvol land kan zijn, maar dat het totale federale systeem, door omstandigheden die ik toch hopelijk langzamerhand duidelijk geschetst heb, in grote problemen geraakt is. Ja, 3:50 is het nu. Oh, dat is mooi. Ik moet de uitdeukerij sluit om 5:00. Oh, okay. Ik ga mijn auto halen zonder deuk. Ja, maar rij voorzichtig terug, niet dat je dan weer op. Ja, dat zou het ergste zijn, hè, dat ik op de terugweg rijd er een nieuwe deuk in. Dat is echt heel erg. Ja, of je moet meneer Perenboom bellen.